Yo mensen, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Het is inmiddels alweer 19 december, als jullie deze video zien 20 december. En zoals jullie aan de titel al kunnen zien, zijn de sites online, in ieder geval de Aldi, de Lidl en de Kaufland, zijn voor mij de belangrijkste winkels om te bestellen. Want ze hebben een aantal leuke producten. Allereerst zou ik beginnen. Waarom ik deze video maak is eigenlijk omdat er steeds vraag naar is van mensen die zeggen, ja, maak weer een video over Duitsland, de informatie erover, over de sites en zo, welke producten jullie gaan halen en dat soort dingen. Ik heb ook al een klein lijstje gemaakt voor mezelf om te kijken, ja, die producten wil ik sowieso halen. Dus we gaan zo meteen even kijken wat voor nieuwe producten er zijn. Allereerst kan ik jullie mededelen wat precies Duitsland inhoudt. Heel veel mensen die stellen eigenlijk ieder jaar dezelfde vragen weer. Het gaat om het feit van waarom zou je naar Duitsland gaan? Omdat eigenlijk het vuurwerk gewoon veel goedkoper is. Het sfeertje wat je vroeger in Nederland hebt, heb je nu daar. Dus je hoeft niet te bestellen, je kan gewoon naar de supermarkt gaan daar. En je haalt gewoon in iedere supermarkt in Duitsland, van de Aldi en de Lidl, de Kaufland, de Rewe, de Norma, dat soort winkels, verkopen ze allemaal. Dus ieder filiaal heeft vuurwerk. Dezelfde verkoopdagen als in Nederland, dus vanaf de 28e tot en met de 31e. Als je de 30e gaat, dan heb je toch gewoon sowieso vuurwerk hoor. Ik bedoel, het betekent niet dat als je dan pas gaat, dat je ook misschien buiten de boot piest, om het maar zo te zeggen. Maar het is dus mogelijk dat je bijvoorbeeld een vracht mist. Ze leveren namelijk heel vaak op een dag, die vrachtwagens. Dus ja, sowieso kan je er naartoe gaan, ligt er niet aan wanneer. Maar wij gaan altijd op de 28e, of in ieder geval de eerste verkoopdag, lekker vroeg 's ochtends na de livestream. Ik moet nog even wat vertellen. We hebben hier op dit moment een studiolamp staan. En dat is niet de normale studiolamp, dus sorry als het lichtval iets anders is dan normaal. Dat komt omdat wij aanstaande vrijdag live gaan op YouTube. Dus hou het allemaal in de gaten. Ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken. Om 7 uur 's avonds gaan we live. De allereerste vakantiedag dus, komende vrijdag om 7 uur gaan we live. Ik hoop dat jullie er allemaal bij willen zijn en dan gaan we ook dingen weggeven, waaronder wat aanstekers. Dus ik hoop dat jullie allemaal gaan kijken. Om terug te komen op de Aldi en de Lidl en de Norma en dat soort dingen in Duitsland. Ik krijg heel vaak de vraag van, ja, is Duitsland de moeite waard? Waarom koop je niet al je vuurwerk daar? Dat is namelijk omdat de potten in Nederland eigenlijk, ja, wel mooier zijn, moet ik zeggen. Je betaalt er wel wat meer voor. Maar de producten in Duitsland zijn eigenlijk zo goedkoop dat je ze niet kan laten liggen voor die prijs. Dus bijvoorbeeld een Alligator of een Renaultje, waar ik zo meteen even op terugkom, kan je het beste gewoon halen op, in die winkels, zodat je eigenlijk leuke projecten kan maken, is eigenlijk veel goedkoper. Het gaat eigenlijk alleen maar om de projecten. Daarom gaan wij altijd naar Duitsland toe. Ook de pijlen zijn super goedkoop. Daar gaan we er dit jaar heel veel van halen. Maar in Nederland heb je nu dus Compound en dat soort dingen. Daar zou ik eerder voor kijken als je in Nederland wil. Als je echt grote cakes wil en een wat groter budget hebt, kan je het beste in Nederland wat kopen. Maar in Duitsland heb je de goedkope kleine dingetjes, heb je gewoon super goedkoop. Kan je gewoon een karton Reno kopen voor 36 euro bijvoorbeeld. En daar heb je gewoon een karton ervan. Ja, om terug te komen op de winkels, we gaan zo meteen eerst even de Aldi doorkijken. Zoals jullie nu kunnen zien, ik zal even de site ook in beeld brengen. Alle linkjes van de webshop staan in de beschrijving van deze video. Dus willen jullie zelf een lijstje maken, zal allemaal natuurlijk even kunnen. Dan klik je gewoon op de link in de beschrijving en dan ga je gewoon zelf even een lijstje maken. Waar gaan wij 9 van de 10 keer naartoe? Naar Emmerich, dat ligt net over de grens bij Arnhem, als ik het goed heb. En daar gaan we altijd om 5 uur 's ochtends al heen. Zijn we daar rond 5:15. Meestal zijn die winkels dan om 6 uur al open. Zijn er super veel Nederlanders die gaan inkopen. En ook super veel kijkers. Dus ik hoop dat ik weer heel veel van jullie ga tegenkomen. Omdat het altijd leuk is voor een video. En ik vind het gewoon lachen om te zien wie mijn video's checken. Is natuurlijk, ja, het knalvuurwerk wat je in Duitsland hebt, dat stelt niet zoveel voor. Dat zijn meestal die kubussen. En ik heb nog eigenlijk wel een pakketje. Weet je wat? Wacht even. Zo, mensen, zoals jullie kunnen zien, ik heb hier een pakketje, een knalpakketje van de Lidl of de Aldi. Even kijken, Helios, dus dat is Aldi. Om gelijk even te vertellen, Helios is van de Aldi en Weco is bij de Lidl. Om dat even gelijk gescheiden te hebben. Het is allebei van Weco, maar ik bedoel, Aldi die verkoopt onder de naam Helios en Lidl wel gewoon Weco. Dit is een knalpakketje, zoals jullie kunnen zien. Er zitten wat strijkers bij, dus het is niet legaal. Als je deze mee over de grens neemt, dan kan je dus problemen krijgen. 50 D-leg, ik weet niet, weet je, ik ga binnenkort wel een video van maken. Ik weet niet waarom die er nog lag hier, maar ik denk dat op het moment dat deze video online staat, is deze al lang weg. Maar dit stelt helemaal niks voor, dus gewoon pruttel. Maar gewoon om even te laten zien wat het knalvuurwerk in Duitsland is. We gaan gelijk naar de site toe. Als jullie nog
We gaan gelijk naar de site toe. Als jullie nog vragen hebben, stel ze hieronder en ik probeer zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. We gaan gelijk even naar de Aldi toe. Dan ga ik ook even kijken wat voor lijst ik heb gemaakt met betrekking tot de Aldi. Hier zie je bijvoorbeeld, gelijk eigenlijk bij de Aldi is het zo dat je bij de meeste producten gelijk een videootje hebt. Als je erop klikt, zoals bijvoorbeeld bij de Sky of Diamonds, dan kan je hier op productfilm klikken. En dan kan je eigenlijk de video bekijken. Dat is wel zo handig om inderdaad je lijstje samen te stellen. En dat doen we eigenlijk altijd. Meestal dus, zoals ik daarnet al zei, de producten die wij gaan kopen bij de winkels in Duitsland zijn voor projecten. Dus kunnen jullie allemaal terugzien met Oud en Nieuw. Even kijken, ja, die Dorland cakes zijn gewoon, ja, ik moet zeggen, ik vind ze zelf niet de moeite waard om te kopen. Had er vorig jaar wel een projectje van, of in ieder geval zo'n eentje, ik weet niet meer welke. Ik had voor mij de Iron Heart. Weet het niet zeker. Voor de diehard kijkers, misschien weten jullie nog welke ik had gehaald. Maar ik vind het niet zoveel bijzonder, omdat je het beter zelf kan doen. Is wel iets minder veilig, maar ik bedoel, dan betaal je er wat minder voor. En dan kan je ook zelf kiezen wat voor effecten je in een project doet bijvoorbeeld. Even kijken, de Dragonfire is ook een leuke cake. Je moet eigenlijk een soort van, in Duitsland kijk ik altijd naar de shots aantal en de prijs natuurlijk. Dus zie je een cake voor 9 euro, even kijken, kan ik hier een voorbeeld van noemen. Ja, bijvoorbeeld de Excalibur is best wel nice. Daar zit, even kijken, kan ik even aanklikken natuurlijk, zoals ieder jaar. 36 shots, nou die zijn dus wel nice. Dat kan je dus zien omdat er best wel weinig shots in zitten. Zitten er heel veel shots in, dan is 9 van 10 keer gewoon van die kometen die de lucht in gaan. En dat vind ik zelf niet heel erg bijzonder. Dan betaal je eigenlijk echt voor Romeinse kaars in een pot. Maar als ze bijvoorbeeld wel een 9 van 10 keer in Duitsland heb je best wel rare cakes. Dat er ook nog geel bij zit en uiteindelijk wel boeketten. Dus dan heb je nog best een mooie cake. Bijvoorbeeld de Black Ice. Die is trouwens wel van de Lidl, maar daar komen we zo meteen op. De Guardian is een mooie, wel 64 shots. Dit is een goed voorbeeld, denk ik. 64 shots voor 9 euro. Dus, even kijken, zijn het er 64? Ja, het zijn er 64. Dus dat kan niet heel veel voorstellen. Het zijn 9 van 10 keer gewoon snap je? De Magical Sky, 100 shots, zoals ik kan zien. Oh nee, 46 of zo, ik weet het niet goed. Zijn er 2 in 1, 10 euro. Ken ik niet heel goed. Even kijken, de Parsifal staat op mijn lijst voor in een project. Ik kan gelijk even mijn lijstje erbij pakken. De Parsifal staat op mijn lijstje om in een project te doen. De Wolfblood is ook wel ziek. 16 shots, 9 euro. Zal een iets uitgebreider Reno zijn. Kan je er ook bij nemen. Het ligt aan, net aan wat je precies wil eigenlijk. Dat is gewoon nice. Die geelpotjes zijn ook altijd lachen om mee te nemen. Zijn niet duur. Ik moet wel zeggen dat ze heel snel uitverkocht zijn in Duitsland. In ieder geval de afgelopen jaren wanneer wij zijn gegaan zijn ze heel snel uitverkocht. Dus hou daar wel rekening mee. De artist, zoals iedereen ze wel kent, heet eigenlijk Reno, maar is vorig jaar met een nieuwe naam gekomen, de Reno. Of de artist in ieder geval. Daar hebben wij, daar hebben we op dit moment 25 van op het lijstje staan. Betaal je dan 75 euro voor, want het zijn 3 euro per stuk. Maar als je er wat leuke dingen mee doet, dan heb je super veel plezier ervan voor 75 euro. Wat ik ook sowieso zou aanraden, is even goed te kijken naar de fonteinen in Duitsland. Want je hebt bijvoorbeeld bij de Lidl een laserfontein, waar ik zo meteen op terug zal komen. En die is 2,99 euro en dat is echt een super goede fontein. Voor 2,99 euro zal ik die zeker meepakken. Merlin is ook zo'n eentje. Het zijn leuke fonteinen. En wat je eigenlijk beter kan laten zijn die Pyro supersterren pakketjes, weet ik veel wat. Dat is allemaal prut natuurlijk. Pijlen zijn wel goed. Wij hebben bijvoorbeeld de Camelot heb ik erop staan die ik wil. De Avalon heb ik erop staan, 10 euro. Het zijn al gewoon een aantal pijlen. De meeste pijlen in Duitsland zijn niet heel veel waard. Sommige zijn bijvoorbeeld driedelig of tweedelige knallen. En dat vind ik wel nice. Omdat die pijlen heb je eigenlijk in Nederland niet echt heel veel. Dus even kijken. De Ivan Jo hadden we vorig jaar. Waren ook mooie pijlen. Niks mis mee, maar die hebben we dit jaar er niet op staan. De Gala had lijken heel bijzonder, omdat ze een soort van lijken op een beetje zinkjes of zo. Of in ieder geval knalpijlen, maar dat stelt niet zoveel voor. Ik heb daarnet al een video bekeken, maar dat stelt niet zoveel voor. Ja, voor de rest, wat jullie kunnen zien, is de Art of Light en al die kleinere projectjes of productjes, die prutfonteinen en zo. Neem ik niet, eerlijk gezegd. Die fonteinen zullen best wel wat doen, maar ik vind het een beetje zonde. Hey, hier heb je de Big Bang, dat is dus dit pakket. Heel toevallig staat hij erop, 2 euro.
Nou, ik vond het wel lachen vorig jaar om mee te nemen, maar ik ben gewoon er niet aan toegekomen om ze in een video te laten zien. De Thunder Cube, dus die kubusje, die zijn wel lachen. Hele rare knallen zijn het eigenlijk altijd. Dus daar raad ik wel van aan om sowieso eventjes naar te kijken. Dan schakelen we eigenlijk gelijk door, want wat ik net heb benoemd zijn eigenlijk de producten die wij willen halen. Schakelen we gelijk door naar de Lidl, waar eigenlijk de meeste dingen op het programma staan om te halen. Ook een site die online staat, staat ook in de beschrijving op dit moment. Even kijken. En wat ik eigenlijk van de Lidl eigenlijk altijd leuk vind, is die pijlen. Bijvoorbeeld de Arena Rockets, daar heb ik er van. Die zijn altijd nice. Zijn mooie pijlen. Aan weerszijden die kanten. Dus het is gewoon een soort van koffertje die je dan meeneemt. Het is altijd lachen. Ik zie altijd super veel mensen die halen. En dan lopen ze met zo'n koffertje. En, vorig jaar was het de eerste keer dat ik hem nam. En ik had echt zeker geen spijt van. Er zitten 20 pijlen in als ik het goed zie. En ja, 20 pijlen voor 20 euro. Dus een euro per pijl. Het zijn mooie pijltjes. Daarnaast kan je natuurlijk wat van die kleine pijltjes doen. Ligt eraan of je een project wil of dat je gewoon leuke pijlen wil. Want voor die leuke pijlen zou ik eerder gaan voor de gold raketten. 6 pijlen voor, even kijken, 9 euro. Daar heb ik er van een pakje van. Die zijn volgens mij dit jaar nieuw. Misschien heb ik het mis. Ik heb ze in ieder geval nog nooit gehad, maar die ga ik nemen. Eveneens geldt dat voor de Weco 300 shot batterij. Die geelpotten gaan we ook nemen voor in een project. Dus die staat ook op het lijstje. En dan heb je een aantal nieuwe cakes. Waaronder, kijk, die Happy Sky Uranus en Firelight en zo zijn een beetje van die, weet je, van die 100 shots batterijen met powerbox van 5 euro. Ja, als je gewoon houdt van een beetje gepruttel en een beetje mee kloten, ja, dan kan je hem nemen voor 5 euro, maar het stelt niet zoveel voor. Kun je allemaal zelf bekijken. Hier heb je een aantal nieuwe, bijvoorbeeld de Unforgettable. En die heb ik net even bekeken in de video. Ik vind het een super mooie cake, 56 shots voor 25 euro. 500 gram natuurlijk. En zoals ik het kan zien, ja, is gewoon 500 gram, neem ik aan. Die staat op het lijstje. Omdat die nieuw is, wil ik hem gewoon testen. Ben er wel van. Daarnaast de Black Ice, zoals iedereen weet. Die moet je echt hebben, vind ik zelf. Die is ook super snel uitverkocht vanaf het moment dat eigenlijk iedereen ermee begon op YouTube te promoten. Maar ik zal hem er wel bij nemen als je erheen gaat. 47 shots, 17 euro, 500 grams. En voor die prijs kan je hem niet laten liggen. Er zijn verschillende effecten in, waaronder geel. Gewoon draai, spin effecten. En dat is gewoon een super mooie cake, moet ik eerlijk zeggen. Eén van de beste van Duitsland, als het niet al de beste is. De Casino Royale, 500 gram, 20 euro. Zijn dus hele goedkope prijzen. De 36 shot, die premium effect batterij. Casino Royale is trouwens echt een hele mooie cake. Heb ik er niet op staan. Altijd als wij naar Duitsland gaan, dan komt er altijd wel iets bij wat we niet op het lijstje hebben staan. En ik denk dat deze het wel wordt stiekem. Hij staat er in ieder geval niet op het lijstje, maar hij is wel super nice. Ik ga er niet heel veel woorden meer aan vuil maken, want jullie weten het allemaal. Tiger & Dragon, mooie cake. Ook eentje om mee te nemen. Staat alleen niet op het lijstje hier zo. Maar kan er ook wel bij. Beastmaster is ook een super mooie cake. 13 euro, 18 shots. Echt een super mooie cake. Moet je eerlijk zeggen, ik heb er ieder jaar wel 2 of 3. Ik denk dat ik dit jaar ook een paar van ga halen, al staat hij niet op het lijstje, maar ja. Maakt niet uit. De Elysium 16 shots. Ook een heel klein potje. Mooie cake. Maar ik moet eerlijk zeggen. Het zijn eigenlijk een soort van bewerkte Reno's. Moet ik zelf eerlijk zeggen. En ja. Ik moet je zeggen. Die heb ik al eerder gehad. Dus ik denk van. Weet je wat. Ik laat ze nu gewoon liggen. De Galaxis. Zoals ik het goed. De Galaxy. Zoals ik hier kan zien. 13 euro. 16 shots. Ik heb hem net gekeken, ik vind hem niet de moeite waard voor 13 euro, maar misschien is die voor jullie wel lachen, omdat hij nieuw is. De Hellboy, ook een mooie knaller, of in ieder geval pot, voor 4,45 euro. Hebben we vorig jaar er ook bij gehad. Heb ik niet op het lijstje staan, maar misschien doe ik het trouwens wel. Wat ik sowieso ga doen, want dit is koffie, ja, 3 euro voor zo'n cake, ja. Het is gewoon, zijn gewoon mooie effecten in de lucht, maar ik heb ze wel gezien nu. De Alligator, daar halen we er 14 van. Ook voor projecten natuurlijk, 14 stuks, dus dat is in totaal... Ja, 14 keer 4 is 56 euro voor die alligators. Super mooi. Alligator benoem ik eigenlijk altijd als de Reno met Cracklin. Omdat het eigenlijk echt zo is. Een soort van, bijna hetzelfde. Het zijn andere soorten cakes. Zijn een euro duurder dan de Reno, oftewel de Artis, sorry. Maar zijn gewoon nice. Hiernaast heb je ook weer zo'n knalpakketje. Die ik hier heb liggen naast mij. Andere pakketjes. De laserfontein, zoals ik net al zei mensen. Mooie fontein is dat.
Daar hebben we er 5 van op het lijstje staan, omdat die echt gewoon super is. Heel lange knetter ook, en gewoon echt super lange knetter. Ik snap niet waarom die maar 3 euro is. In Nederland zou die echt zeker 12 zijn, denk ik. Dus die staat sowieso ook op het lijstje. 5 stuks. Gaat er ook bij natuurlijk. Die fontein ernaast zal ook wel wat zijn, maar neem me niet. Zo'n pakketje hiernaast, ja, je betaalt meestal alleen voor een mooi pakketje. Maar de inhoud stelt niet zoveel voor. Hiernaast zie je ook een pakketje kubussen brengen. En natuurlijk die Shocks van Duitsland. Ik zou ze wel halen dit jaar. Ieder jaar probeer ik ze te halen, maar ieder jaar zijn ze ook op. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat ze heel populair zijn. Dit jaar probeer ik er sowieso weer een aantal pakken van te krijgen. Ik denk dat ze weer uitverkocht zijn, maar jammer dan in ieder geval. Dan gaan we door eigenlijk naar de Kaufland. En de Kaufland heeft eigenlijk een ander soort manier van verkopen. De Aldi en de Lidl zijn eigenlijk zo dat je je karretje aan het begin al krijgt. Je vult hem in, je geeft je karretje geef je aan het magazijn. En aan de andere kant van het magazijn komt je kar er gevuld uit. En dan kan je naar de kassa en dan kan je het afrekenen. Maar bij de Kaufland ligt het gewoon nog in de schappen. In ieder geval zo werkt het in Emmerich. En ja, daar kan je gewoon bij de schappen blijven wachten tot ze worden gevuld. Vorig jaar had ik helaas de Bloody Mary niet kunnen halen. Jullie hebben het allemaal kunnen zien. Ze waren uitverkocht. Ze zouden pas weer s'avonds komen. En we gaan natuurlijk niet tot s'avonds in Duitsland wachten. Toen dacht ik van, weet je wat, laat maar zitten. Die Bloody Mary, die is super mooi. Maar ik accepteer dat ik hem dit jaar niet heb. Dit jaar ga ik er wel voor. Hebben ze hem niet, denk ik dat ik een plaatje verder opzoek. Want de Bloody Mary is echt een van de betere cakes van Duitsland, vind ik ook zelf. Maar goed. De Gorilla Attack is ook een super mooie cake trouwens. Ik weet niet of ik die al eerder heb gehad. Volgens mij vorig jaar wel. Dus wat dat betreft nice. Hey, hier zie je trouwens die Golden als raketten. Volgens mij zijn dat dezelfde deel. Alleen zijn ze hier een euro duurder dan bij de Lidl. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, de Kaufland heeft ook echt super mooie cakes. Ik zal even goed kijken wat jullie kunnen doen. Bijvoorbeeld deze Sky 30 pijlen. Ik denk dat ik die erbij haal voor 30 euro. Is ook een euro per pijl. En ik zie hier 4 euro voor zo'n 120 shot schilpot. Ik moet je heel eerlijk zeggen, de Kaufland link kreeg ik net pas naar me toegestuurd. Dus die heb ik nog niet echt op een lijstje gezet. Maar ik ga zo meteen, wanneer deze video afgelopen is, ga ik sowieso eventjes een lijstje maken ook van de Kaufland. Want ik zie hier mooie cakes tussen staan. Ook nieuwe die ik nog niet heb gezien. En goedkoop. Dus ik denk dat ik er wel een aantal van ga halen. Ook hier. Oh, je ziet ook nog Romeinse kaarsen staan hier. Daar ga ik sowieso ook even naar kijken. Pijlen. Ook hier heb je Thunder Kings. 10 Thunder Kings voor 5 euro. Ze werken eigenlijk allemaal met Weco in Duitsland. Jullie kunnen het wel zien. Nou, het is eigenlijk super mooi. Ik ga denk ik sowieso eventjes zometeen natuurlijk de site van de Kaufland even bekijken. Dan maak ik een lijstje. Ik ben sowieso heel erg benieuwd of jullie ook al lijstjes hebben gemaakt van de Aldi en zo. Zo ja, laat het even weten in de comments. Laat sowieso even achter of jullie ook naar Duitsland gaan. Naar welke stad ben ik ook super benieuwd naar. Wat heel veel mensen sowieso ook gaan reageren hier onder deze video is: waarom gaan jullie niet dieper Duitsland in, zodat jullie rustiger je vuurwerk kunnen uitkiezen? We vinden het heel leuk om video's te maken waarin heel veel mensen zijn in de rij. En dat te laten zien dat het heel erg populair is. En dat is gewoon lachen voor de video. Daarnaast is het een soort van halve meeting, omdat er super veel kijkers naartoe komen. En dat vind ik gewoon zelf heel erg leuk. Ook met stoken in natuurlijk. De 27e gaan we natuurlijk weer live op YouTube om 7 uur 's avonds. Zoals ieder jaar natuurlijk. En dan gaan we daarna naar Duitsland. Video komt ook de 28e online, vuurwerkshop in Duitsland. We gaan natuurlijk super veel video's weer opnemen. Komende vrijdag gaan we ook live om 7 uur. Ik hoop dat jullie er allemaal bij zullen zijn. Laat even weten of jullie ook naar Duitsland gaan. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!